なつまんにゃまばひつわわさかうんわんにゃうんなうんべんにゃま。Yo Nintendo fans, yo Rekkertje Army, welkom bij deze gloednieuwe video. Wil je ook bij de Rekkertje Army? Druk op die abonneerknop hier beneden, is gewoon gratis, kan je gewoon even doen. En welkom bij deze nieuwe aflevering van Rikka Collectie, de serie waar ik mijn collectie Nintendo Switch games aan jullie laat zien. En vandaag hebben we niet één, maar twee games. Namelijk de Aladdin en Lion King collectie. En ik heb er knijterveel zin in, want ik hou van deze games. Dit zijn origineel Super Nintendo gamepjes. Wij gaan ze spelen. Klikker de klik. Ik kan niet meer wachten, jongens. Deze muziek voel ik wel, hoor. Nice. Weet je, ik begin gewoon met Lion King, man. Lion King is epic. Oké, je hebt dus verschillende versies. Je hebt de console N versie, de console S versie en de Japanse versie. Nou, de Japanse versie ga ik sowieso niet aan beginnen. Mino speak Japanese. Dit is de Sega versie en dit is de Nintendo versie. En ik heb op Nintendo gespeeld. Dus wij gaan keihard die Nintendo versie knallen. Dit is zo fijn. Dit muziekje. Oh, ja hoor, ja hoor. Lion King kiek. Oh, kijk Simba. Hier moet je toch wel van houden, jongens. Oh, oh, die stekelvarkens kunnen we natuurlijk niet slopen. Jump. Ik vond dit serieus vroeger een moeilijk spelletje, jongen. Dit was echt, echt wel lastig. En ik ga gewoon bijna weer dood, volgens mij. Oh, oké. Gaat hij... Oh, snap! Oké, lekker bezig, Rick. Maar weet je wat mooi is? Je kan de tijd terugspoelen. Je kan dus gewoon keihard cheaten. Je kan keihard de tijd terugspoelen. En dan kan je gewoon weer overnieuw beginnen. Go, 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 go. Hoppakeetje. Ik weet nog ineens wat dat is, jongens. Nou, ik heb de Lion King vroeger niet super veel gespeeld. Maar ik heb vroeger wel Aladdin heel veel gespeeld. Die heb ik denk ik ook wel uitgespeeld. Lion King niet. Ik vond dit serieus gewoon best wel een lastig spelletje vroeger. Hoor die 8-bit muziek op de achtergrond, jongens. Ah, shit. Stekelvarken. Kan ik stekelvarken opjagen? Kan ik schreeuwen? Oh, nee, nee, nee. Ik kan niet schreeuwen naar stekelvarken. Wacht, wacht, wacht. Terugspoelen. Ja hoor. En we kunnen weer door. Ja, dat maakt het wel een stukje makkelijker eigenlijk tegenwoordig. Dat is wel... Oh, ja, behalve als je naar beneden dondert en dan als weer op een stekelvarken landt. Jongens, wie is er al zo oud dat jullie deze games vroeger al hebben gespeeld? Ik ben benieuwd. Volgens mij is er bijna niemand op dit kanaal die deze vroeger heeft gespeeld. Laat het me even weten in de reacties. En laat het me ook even weten als je van plan bent om deze collectie in huis te halen, want... Dit is wel, auw, dit is wel fijn, wou ik zeggen. Het is alleen niet fijn als ik steeds geraakt word, potverdokkedorie. Volgens mij is dit een safe punt. Oh, pas op voor die, oh, ja hoor. Wat is dit? Volgens mij is dat gewoon volledig leven. Kijk, Simba kan ook boompjes klimmen, wisten jullie dat? Lekker bezig, Simba. Hoppa, oh, nee, die mis ik. Nee. Oh, 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 hyena. Ah, ga weg. Spring op zijn bakkes. Volgens mij... Hebben hem verslagen. Ja, wijze woorden van Mufasa, jongens. Oh, oh, Timon en Pumba. Nee. Oh, en het is al klaar. Oeh, deze muziek. Ja, dit is zo leuk. Ik wil gewoon meezingen, maar ik weet dat de muziek een beetje achterloopt, dus dan klopt het niet meer. I'm gonna be a mighty king, so enemies beware. Ja, super fijn dit. Dit wil je toch alleen voor de muziek afspelen, jongens. Oké, dit aapje grijpt mij volgens mij. Oh, of niet. Ja, wel. Als we van de neushoorn komen. Oh, we worden gewoon teruggegooid. Oh, I just can't wait to be king. Oh, wacht even. Misschien moet ik op het andere aapje springen. En dan word ik gewoon op de goede plek gegooid. Ik weet niet waar ik naartoe moet. Kan ik gewoon hier naartoe springen? Nee. Oh, kijk, kijk. Ik kan ze activeren. Denk ik hoor. Nee. Oh, ik kan ze laten omdraaien. Dit is ook gewoon een dikke puzzelgame, jongens. Kijk. Hoppakee. Om laten draaien. Dan via de neushoorn. Ja. Ja, ja. Ja, dit gaat de goede kant op. Ja, kijk. Hoppa. Oh, dit. Kijk, hem zit ook als een baas, jongen. Oké, jump. Spring. Simba zit hier echt zo van. Het is toch normaal dat ik gewoon op een struisvogel zit. Double jump. Dat was niet de bedoeling. Ik moet double jump. Ik moet eruit springen. Maar dat moet ik op tijd doen. Snap je nu waarom deze game zo moeilijk was? Oh, of moet ik dan weer op zijn rug landen? Moet ik zo en dan... Ja, oké, ik snap hem. Ik snap hem. Mijn struisvogel overleefde de eerste gewoon niet, jongens. Hoppakee. Ja hoor. Pak de ster. Alleen moet je wel even meesturen. Ja. En dat was te veel gestuurd. Snap je hoe moeilijk deze game is? Vroeger als je twee keer dood ging was het gewoon game over. Hè? Kon je opnieuw beginnen. Nu kan ik gewoon de tijd terugspoelen als ik even misspring. Deze game was serieus next level, jongen. Dit was echt in de tijd dat games nog heel moeilijk waren. Ja, oké. Okay. One up, hoppakee. Dit is pas de eerste plek dat je een leven erbij kreeg in het spel. Niet normaal. En dan kan je dus gewoon op de rug van
dit beest staan. Oh, op zijn hoofd kan je staan. Nice. Jump en terug. En omdraaien. En dan, yes. En dan, ja. Oh, oké. Oh, wat? En dan ben je gewoon weer helemaal terug. Je wordt gewoon eraf gegooid. Freaking giraf, jongen. Ik dacht dat alle diertjes mijn matties waren. Maar je moet gewoon in één keer snel doorspringen. Ja, en... door. Ja hoor. En we zijn weer bij de struisvogel. Lekker. Nu mogen we dus zelf bepalen wat we gaan doen. Nu moeten we zelf kijken hoe we dit gaan oplossen. Ja, oh. En terugspoelen. Ja, het is wel echt een beetje cheaten. Maar maakt niet uit. Hoppakee. En het volgende stukje van de level. Dus even kijken hoe we dit allemaal gaan doen, jongens. Als ik hier sta, kan ik jou activeren? Ja, oké. Nu staat hij aan. Staat hij dan ook naar de goede kant gelijk? En hoe kom ik in zijn armen? Oh, wacht eens even. Ik ben nu verder. Hoe gaan we dit doen dan? Moet ik nu hier... Nee, hij wil mij niet pakken, hoor. Ik kan dus gewoon hier verder. En dan kan ik hier naartoe springen. Dan land ik ook ergens op. Maar dan? Kunnen we dan gewoon hier naartoe springen? Nee, not really. Oh, wacht even. Hier is een blaadje. Zag je het? Ja, kijk. Oké. Er komen blaadjes uit het water. En dan moet je wel even gelijk doorspringen, Rick. Oh, het zijn boomstangen. En ja, kijk. We zijn er. Hoppa. Het is echt een struggle. Je moet precies op de juiste moment timen. Maar het juiste moment is voor mijn gevoel net iets anders. Alleen de game is het daar niet mee eens. Nou jongens, ik ben bang dat ik zo snel hier niet uit ga komen. Maar vroeger had je dus de Nintendo hulplijn. Dan kon je gewoon echt letterlijk bellen. Want toen hadden mensen nog geen internet. Nee, serieus. Toen bestond internet nog niet, jongens. Toen moest je bellen naar de Nintendo hotline. Van ja, ik zit in dit level. Ik ben daar en daar en ik kom er niet uit. En dan gingen zij dus voor je opzoeken hoe je dat moest doen. En dan werd je teruggebeld en dan hadden ze de oplossing en dan kon je weer verder met je spel. Tegenwoordig googelt men gewoon of men stopt met spelen en gaat door met het volgende spel. Dus hier is Aladdin. Kijk hem, de genie is ook van de partij. Ja, Aladdin was wel echt een lekker gamepje, jongens. We zijn op Agrabah Market. Kijk dan. Hoppa, wat een baas. We konden met appels gooien. We konden dus lekker springen en we konden met zwaardjes slaan om de bandieten eventjes de les te lezen. Hoppakee, hallo. Oh shit, ik ben geraakt door een bandiet. Kijk dit kameel. Die spuugt gewoon zijn enemies onder. Nice. Oh, even oppassen. Oh, die muziek ook echt, hè. Zo herkenbaar. Disney muziek is de beste muziek ooit. Ja, genie. Oh, snappy. Moet ik dit nu weer overnieuw doen? I guess. Maar kan ik daar dan nog naartoe? Even kijken, hoor. Oh, als ik spring, kan ik daar naartoe. Moet je wel even springen, Rick. Go en go. Yes, nice. Oké, daar stond weer een nieuwe bandiet, jongens. Gooi eventjes appels op zijn bak. Is lekker, hoor. Oh, ik mis wat appels. Ik donder naar beneden, maar ik pak wel een hartje. Nice. En ik pak speciale gems, jongens. Deze gast is wel echt gevaarlijk. Hou ze op. Hier is weer een fles van een genie. Ah, nee. Gooi een appel op zo. Nee, ik moet weer terug. Oké, kan ik van hier een appel op jouw hoofd gooien? Ja, lekker. Oh, ik moet er nog één gooien. Hoppakee. En hier naartoe. Lekker. Gooi appel. Het moment dat appels veel sterker zijn dan zwaarden. Logisch. En go. Oef, ik... Oh, ja, gooi appels. Lekker. Deze appels, jongen. Dan staan ze daar gewoon met hun zwaardjes op je te wachten. Jij gooit gewoon een appel. Je bent gewoon klaar. Kom dan. Hier, appel. Oh, oh, wacht even. Eén appel was niet genoeg. Krijg je nog een appeltje? Go, 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 go. Oh, wat doe ik? Wat doe ik? Wat doe ik? Waarom deed ik dit? En waarom val ik nou weer naar beneden? Dit wil je alleen al spelen voor die muziek, jongens. Ja, go, go. Otsa. En hoppa. Lekker. Gooi nog even appeltjes. Hoppatee. Ik moet even een hartje hebben. Dat idee heb ik, hoor. Even een hartje pakken. Ja, zeker wel. Dat was een of andere power-up. Er zijn wel echt veel verschillende enemies nu al gewoon in de game. Dat vind ik heel tof. Heel vaak in dit soort gamepjes zijn alle enemies allemaal hetzelfde. Maar dat valt tot nu toe wel mee. Kan ik die guy daar slopen? Ik wil appels op je bakken gooien. Hij raakt me weer wel. Dat is wel weer jammer. Ik heb geen idee waar ik nu naartoe loop. Maar het zal wel goed zijn. Let's go. Deze kant op. Kan ik hier door? Ja, ik kan hier door. Oh, wat is dit nou weer voor een of major... Wat? Oh, hier kan ik iets kopen. It's a deal. Ik heb geen idee wat ik heb gekocht. Volgens mij heb ik een leven gekocht bij hem. Oké. Oh, we hebben een leveltje compleet. Kijk ons gaan, jongen. Abu en ik. Oké, ik wil wel even nog een leveltje doen. Oh, we zijn nu bonus leveltje. Abu in Agrabah. Nog steeds. Oh, zijn we nu Abu? Super nice. Ik weet niet zo goed wat ik moet doen. Laten we het nog een keer proberen. Moet ik die dingen kapot maken of zo? Of moet ik het gewoon overleven? Oh, ik moet het overleven en dan krijg ik gems. Ah, kijk. Ah, oh, nou jammer. Oké. Disney's Aladdin. Het woestijn. Oké, die pakken we ook nog even mee, jongen. We moeten de scarab vinden volgens mij, als ik dat zo snel las. We moeten even slangetjes slopen. We moeten oppassen voor die zwaarden die daar uit de grond worden gestoken. Wie zit daaronder? Zijn dat Diglets of zo? Dit is de Galarian vorm van Diglets. Die steken gewoon met zwaarden uit de grond. Hou eens op, joh. Hier, een appel op je bak.
bakkes. Hoppakee. Kan ik hierop staan? En dan zo springen? Ja, nice. Zo, daarboven zit zelfs nog een leven. Hoe pak ik die dan? Geen idee hoe ik die moet pakken. Is dit gewoon een Mickey Mouse kostuum? Het lijkt op een Mickey Mouse kostuum. Zie je hier deze oortjes? Hier, ik lijk nu net op Mickey Mouse. Hier, als ik zo ga staan. Mickey Din. A la Mickey. Ja, eens even kijken wat we nog meer moeten doen. Daar zat gewoon iemand zand te vreten. Oh, ik ben bijna door mijn appels heen. Ik wist niet dat dat kon. Oké, ik moet even iets zuiniger met mijn appels gaan doen. Ik dacht dat ik unlimited appels had. Maar dat is natuurlijk niet zo, want waarom zouden die appels er anders zitten? Ja, lekker bezig, Rick. Ondertussen heb ik alweer 10 appels. Oh, hier kan ik niet in. Er staat ook echt een stoppoort hier, midden in de woestijn. Oké, let's go. Wat zit hier nog allemaal verstopt? Een gem. Ja, ik moet wel zeggen, dit brengt wel echt nostalgische gevoelens naar boven, hoor. Het spelen van Aladdin en Lion Kinky. Oh, ik kan niet op zijn hoofd springen. Oh, wat doe ik? Wat doe ik? Pak hem! Oh, ik ben echt het helemaal aan het verzieken gewoon. Dat was echt zo onnodig. En hier staat ook weer een gast. Ja, oké. Blijkbaar had ik weer een power-upje te pakken. Dat had ik gewoon eens gezien, maar maakt niet uit. Go, 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 go. Niet in die shit vallen. Oh, wacht eens even. Lelijke vogel. Wat is dit? Is dat een bonus ding of zo? Oh, snap! Anders spring je even gewoon keihard in de stekels. En dat lijkt me in principe ook wel gewoon een mooi einde van deze video. Ik ben wel heel benieuwd. Willen jullie deze gaan halen? Willen jullie deze twee oude gamepjes nog een keer spelen? Ik moet je eerlijk zeggen, ik dacht echt dat ze deze game helemaal hadden omgebouwd naar full HD graphics. Maar dat is het toch niet helemaal. Het zijn gewoon eigenlijk de oude games. Ziet er wel iets beter uit. Het speelt nog steeds even lekker als vroeger. En het is nog steeds even moeilijk als vroeger. Behalve dat je nu dus gewoon lekker terug kan in de tijd, waardoor je je levens niet verliest. Super handig. Jongens, doe even een blauw duimpje omhoog. Abonneer op dit kanaal voor meer Nintendo en Pokémon video's. En wil je mijn live zien gamen? Volg me op twitch.tv/RickAtYou. En dan zie ik je daar. Of wat? Bij de volgende video. Mazzel!